De stichting The Backlot organiseert in verband met haar 15-jarig bestaan een jeugdmoviecamp. De reden is dat The Backlot zo wil teruggeven aan de gemeenschap, daar zij altijd steun heeft gekregen vanuit de samenleving. Volgens Backlot-directeur Henna Draaibaar is deze moviecamp voor kinderen tussen 12 en 16 jaar. De kinderen leren hoe ze een verhaal moeten bedenken, een script schrijven, hoe het gefilmd wordt en hoe het te monteren. Aan het eind van de dag mogen de kinderen het filmpje meenemen naar huis. Heel wat kinderen zijn voor deze moviecamp gesponsord door contacten van de Backlot, zegt Draaibaar. Ze hebben plekken gekocht voor kinderen die het zich misschien niet zouden kunnen permitteren. Dus wat we hier gaan zien in deze maand, september, is een mix van kinderen die uitgenodigd zijn om mee te doen, maar ook kinderen die gewoon zeggen, ik vind het heel leuk om te doen, ik doe mee. En de bedrijven die het gedaan hebben en dat cadeautje hebben gegeven, dat is Sol, ACMA, dat is een administratiekantoor, VCB Bank en de Fernandes Botteling. Die hebben gezegd, wij betalen voor een aantal kinderen. Wij leveren een aantal kinderen, maar zoeken jullie ook in de buurt, bij buurten, tehuizen, internaten naar kinderen. En dat doen we ook. Dus het is een hele leuke mix. De kinderen mixen met kinderen die niet in tehuizen zitten, dus gewoon die zich hebben aangemeld. En ik moet zeggen, vandaag is de eerste dag en ik kwam binnen en ze zaten allemaal aan tafel. Ze keken elkaar niet aan. Ik dacht eerlijk gezegd, suma dide. Eerlijk waar, het was zo. Ik zeg, praten jullie niet met elkaar? En ik denk, hoe gaat dit goed komen? Hè? Een groep van 15 kinderen die elkaar nog nooit hebben gezien. Draaibaar zegt verder dat de kinderen elkaar leerden kennen na de eerste brainstormsessie. Dit heeft het ijs tussen hen gebroken. Volgens Draaibaar loopt het storm met kinderen die zich aanmelden. Maar vol is vol, benadrukt ze. We kunnen niet meer dan 20 kinderen, want we hebben gewoon trainers die met kleine groepen moeten werken. Als we ze echt willen leren wat je moet doen, dan moeten we de groepen niet te groot maken. Dus het zijn geen massagroepen, het zijn kleine groepjes van 5 waar 2 trainers mee samenwerken. Dus het zijn met z'n 2 op 5 kinderen. Nou, en de resultaten zijn gewoon ongelooflijk leuk. En kinderen kunnen thuis al bedenken, ik heb een film wat ik wil maken. Maar als ze dat niet hebben, is het geen probleem. Je komt hier gewoon en samen denken we en werken we aan een idee voor een film. En wanneer eindigt dit project, deze videocamp? Het eindigt eind september. Elke week hebben we een aantal filmpjes, want per dag maken we 3 of 4 filmpjes. Dus we hebben 20 filmpjes aan het eind van de week. Een onafhankelijke jury zoekt dan het leukste filmpje eruit. En dat wordt ook nog uitgezonden op het 10 minuten jeugdjournaal. Henna Draaibaar, directeur van de stichting The Backlot. Ze sprak over de vakantie Jeugd Moviecamp, bestemd voor kinderen tussen 12 en 16 jaar. Het kamp wordt gehouden op het trainingscomplex van The Backlot aan de Vlokstraat en duurt tot en met 30 september.